Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding. En het thema voor dit jaar is In Vrijheid Kiezen. In aanloop naar de viering van 5 mei spreek ik 8 mensen die een link hebben met Flevoland en die een mening hebben over het thema Kiezen in Vrijheid. Vandaag staan onze vrijheidsstoelen op Urk. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Leuk u te ontmoeten. Ja. Ga zitten. Dankjewel. Ik ben Maarten de Jong, 81 jaar. En ik ben hier omdat ik vroeger in de oorlog als hongerkindje hier ben geweest. U bent een zogenaamd bleekneusje. Dat waren kinderen die... Ik had bijvoorbeeld hongeroedeem. Ja. En die werden dan in de hongerwinter ergens in het land gedropt waar voldoende voedsel was. Snapte u waarom u weg moest? Nou, niet direct. Ik wilde eerst niet. Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar toen het eenmaal zover was, vond ik het eigenlijk wel spannend. Ja? Herdenken of vieren? Beide. Herdenken en vieren. We werden in een, zeg maar, een vrachtboot. Ja? We mochten niet op dek. Er lag stroom onder in het ruim. Werden we hier naartoe gevaren. Moest allemaal stiekem? Nee, het moest niet stiekem. Er lag een groot rood kruis zat er op het dek. Ja. Hè, om te zien dat we niet beschoten mochten worden. Ja. Dus in 2 dagen zijn we hierheen gevaren. En 's morgens vroeg kwamen de, zeg maar, de gastouders ons ophalen. Ja. Hoe was dat? Ja, om te beginnen is dit een hele rare omgeving. Je hebt een met allemaal mensen die in dracht lopen. Want u komt uit de stad oorspronkelijk, toch? Ik kwam uit Schiedam toe, ja. En toen kwam ik bij hele aardige mensen terecht. Familie Kramer, Johannes Kramer en Johanna Keuter met 2 kinderen. Ja. In dat huis was ik. In het huis op de hoek? Ja. Met die mooie roze boom ervoor? Ja. Vrijheid of veiligheid? Ik denk veiligheid. Vrijheid kan niet zonder veiligheid. Moest je heel erg wennen, omdat vanwege het verschil van stad en platteland? Nou, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik voelde me daar heel gauw thuis. Dat was een gezellig gezin. En, maar het waren niet uw ouders? Nee, maar op de een of andere manier heb ik geen heimwee of zo, niks gehad. Nee, ja. Ik vond daar wel prettig. Ja. En ziet het er nog hetzelfde uit? De entree is een beetje veranderd. Dat kun je ook wel zien, niet meer stenen erin. Maar voor de rest is... En de achter was het wat anders. Maar in principe is het hetzelfde huis. Ja. Maar hoe kwam het dan dat u er zo rustig onder bleef? Nou, laat ik even vooropstellen. Het is ruim 70 jaar geleden. Dus in mijn herinnering heb ik geen heimwee of angst voor mijn nieuwe omgeving of zo gehad. Nee, ik voelde me daar wel thuis. Dat kamertje, daar sliep ik. Daarboven, rechts of linkeraan? Nee, rechts. Ja? Ja. Een kamertje met bloemetjes behang. Ja. En daar sliep u in een eentje? Ja, daar sliep ik alleen. Ja, en hadden ze kinderen? 2. Een eigen kind? Oh, 2 meisjes, Annie en Jannie. Urk of Schiedam? Urk. Daar had ik de mooiste tijd. Begrijp je als kind de oorlog, die onvrijheid die er was? Je voelde natuurlijk wel dat er een heleboel aan de hand was. Wij woonden in Schiedam. Vaak schietpartijen, bombardementen. Ons vlak tegenover ons huis is een zwaar bombardement geweest. Ik was ontzettend bang van de SS'ers. Die echt in die uniformen. En dus je moest broertjes en zusjes achterlaten? Ja, iedereen moest ik achterlaten. Ja. Ja. Maar ik herinner me niet dat ik dat nou zo erg vond. Ik vond het ook wel spannend. Ik had hongeroedeem. Ja. Ja, dan is de keuze ook niet zo moeilijk natuurlijk. Waar zit delen of geven? Ik denk delen en geven op zijn tijd, ja. Ja. Heeft u kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. Wat zou u doen als het om uw kinderen ging? In zo'n situatie? Ja. Denk dat ik het ook zou doen. Ja? Ja, zeker. Als je moet kiezen tussen een kind verliezen, bij wijze van spreken, hè, omdat ze verhongeren. En ze sturen naar iets waar ze te eten krijgen, is die keuze toch niet zo moeilijk. Wat is vrijheid voor u? Vrijheid voor mij is eigenlijk dat je niet onderdrukt wordt. Dat je de dingen kunt doen binnen bepaalde perken die je graag wilt. Want aan de andere kant, je mag een andersmans vrijheid ook niet beperken. Hè? Dat kan ook niet. In Schiedam loerde het gevaar, bij wijze van spreken, om iedere hoek. Hier was het veilig. Ja, heel anders. Ja.
En wel fijn. Ja, zeker. Ja.